zei dat er iedere week een auto van de bank kwam om het geld voor de loon- en salarisbetaling te brengen. Geld. Een tastbare beloning voor verrichte prestaties. Het ruilmiddel om te kunnen leven. Wij leven in een zich snel ontwikkelende tijd. Een tijd van automatisering, mechanisatie en arbeidsbesparing, waaraan de mens zich moet aanpassen. Ook in ons bedrijf voltrekken zich grote veranderingen. Als eerste onderdeel van de harmonisatie in ons bedrijf werd de loon- en salarisbetaling op de helling gezet. Iedere week gingen tonnen geld door de handen van de mensen die belast waren met het gereedmaken van de loonzakjes. Hier ziet u het vullen van een trommel met een bedrag aan geld dat een optelsom is van de bedragen die op de bijbehorende loonslips zijn vermeld. In vergelijking tot de snel ingeburgerde nieuwe methode lijkt de oude manier een omslachtig en tijdrovend werk. De gevulde trommels werden daarna door employés van de personeeladministratie in ontvangst genomen, die het geld natelden om het vervolgens aan de hand van de bedragen die op de loonslips waren aangegeven in de loonzakjes te doen. Vrijdag 17 mei vond voor de laatste maal de uitbetaling op de oude wijze plaats. De betaalkassen werden in de afdelingen opgesteld en tegen inlevering van het oude, lege loonzakje kon het nieuwe in ontvangst worden genomen. Ook aan de ingang van de werf, waar zieken, geld en dergelijke werden betaald, ging de uitbetaling op deze manier. Een nieuw systeem is hiervoor in de plaats gekomen. Het loon en salaris wordt nu om de 4 weken via de bank uitbetaald. Om de werknemers over deze nieuwe wijze van betaling voor te lichten, werden er bijeenkomsten belegd om op allerlei vragen een antwoord te geven. Speciaal voor dit doel geïnstrueerde leden van de administratie hebben gedurende enkele weken talloze vragen beantwoord en adviezen verstrekt. En nu een totaal ander beeld. De loonadministratie en uitbetaling van lonen en salarissen geheel over de computer. Het oude systeem is met dit nieuwe niet meer te vergelijken. We moeten met de tijd mee en staan vermoedelijk nog maar aan het begin van de ontwikkeling die beheerst zal worden door het gebruik van computers en andere nieuwe mogelijkheden. Hoe gaat het nu bij ons? De betaling van 1 maal per week is veranderd in een periodebetaling per 4 weken via bank of giro. Het persoonlijke element in het oude systeem is hiermee niet geheel verdwenen. Het heeft alleen een verschuiving ondergaan en een andere vorm gekregen.